Met deze man wil de politie graag praten. Hij trekt met 2 keer pinnen honderden euro's uit de muur bij een geldautomaat aan het Vredenburg in Hartje Utrecht. Op zich zou dat niet een probleem moeten zijn, als het bankpasje daar maar van hem is. Maar dat is hier duidelijk niet het geval. De man pint van de rekening van een vrouw uit Culemborg die door een oplichter is gebeld. Je weet al, het type voorkomend en hulpvaardig, zogenaamd van de bank. In werkelijkheid dus een crimineel. Wie herkent deze man? Dezelfde bankpas van het slachtoffer uit Culemborg wordt een half uurtje na de laatste geldopname aan het Vredenburg opnieuw gebruikt in het centrum van Utrecht. Dit keer bij een geldautomaat aan de Oude Gracht. De pinner bedekt zijn gezicht en mogelijk is dit een ander dan de vorige pinner. De buit is hier aan de Oude Gracht niet mis. Meer dan 1000 euro verdwijnt hier van de rekening van de Culemborgse. Herken jij iets aan deze pinner? Geef het dan snel door.